In het 2 maanden geleden gesloten coalitieakkoord werd de Gnephoek nog genoemd als een van de mogelijke opties voor woningbouw. En hoewel vanaf dat moment eigenlijk al duidelijk was dat de kans heel erg groot zou zijn dat dat ook daadwerkelijk de plek gaat worden om een nieuwe woonwijk te bouwen, wilde niemand zich er formeel over uitlaten. Tot nu. Ik denk als je gewoon heel reëel bent, je kan natuurlijk overal prachtige plannen bedenken van laten we hier eens wat doen en daar eens wat doen. De Gnephoek steekt er echt met kop en schouder bovenuit. Die overloop van wonen naar water en groen, dat willen we dus weer een duurzame woonwijk creëren. En dat gaan we dus ook gefaseerd doen. Dus niet groot en massaal, maar met water, met groen. Dat is voldoende capaciteit voor de komende jaren. De woningen gaan gebouwd worden aan de rand van de Gnephoek. De Smolenaarsbrug zal vervangen worden door een nieuwe oeververbinding over of onder de Heijmanswetering door. Tussen de burgemeester Brent Slotsingel in Alphen en de Koningin Maximabrug gaat een rondweg aangelegd worden, zodat bewoners ook goed de nieuwe woonwijk in en uit kunnen. Hoe en wat weet ik niet, dat zou vooral via een studie duidelijk moeten worden. Vanaf het begin bewegen en wonen en niet eerst gaan heien en dan pas denken, oh ja, moet ook nog bewegen. Hoe de nieuwe woonwijk er precies uit komt te zien en hoeveel huizen er gebouwd gaan worden, dat is nog niet bekend. Het gaat eerst om de visie, om die wijk, zeg maar, om daar de woningbouw mogelijk te maken. En als we daar groen licht voor krijgen van en de Raad en van gedeputeerde staten, want dan gaat het tenslotte, er draait alles om, dan kunnen we echt op de tekentafel de verdere uitwerking doen. Dat hebben we nu nog niet gedaan, omdat het nu nog niet opportun is.